De eerste is dat zij passagiers zetten op onze vlucht. Ze nemen wat stoelen af op onze vlucht, gegarandeerd. Als ze het nou vullen of niet, ze gaan komen te betalen. De tweede samenwerking is dat zij in het hoogseizoen 1 vlucht per week vliegen naar Suriname. De periode juli tot en met oktober. Dat is het afgelopen jaar geweest. Waarbij wij stoelen bij hun afnemen tegen een bepaalde prijs. En om dat te kunnen doen, moet je de vergunning hebben van de overheid die jou heeft aangewezen, in dit geval Nederland, om te vliegen op Suriname.